Andersen. Vandaag spreken wij met Harmen van Wijnen, sinds 2022 voorzitter uitvoerend bestuur van Nederlands grootste pensioenfonds, ABP. Met een achtergrond als partner bij EY en predikant maakte hij in 2020 de overstap naar de pensioenwereld. Hoe vervult hij met deze achtergrond zijn rol bij de pensioenfonds, deze sociaal, financiële, maar ook maatschappelijke instelling van ruim 550 miljard euro? Ja. En vandaag gaan we het hebben over het nieuwe pensioenakkoord en de invulling daarvan voor jongeren. Maar ja, het pensionadoleven lijkt voor ons nog vrij ver weg, maar het komt er toch echt aan ooit en dan willen wij het ook goed hebben. Dus wij willen weten hoe dat eruit gaat zien, wie erop vooruit gaan en ook wie erop achteruit gaan. Mijn naam is Marleen, dit is Anne-Louise en geef alsjeblieft een warm applaus voor Harmen van Wijnen. Ik als student ook rondgelopen op de UvA. Ja, terug te zijn. Ik ben alumnus van hier, maar dat is 32 jaar geleden dat ik hier afgestudeerd ben. Ja, dus het is wel wat veranderd, ja. Ja, het is niet meer herkenbaar. Nee, niet meer herkenbaar, nee. Maar het zal ook bij mij liggen, hoor. Nou, goed om het terug te hebben. Ja. Ja. En de laatste jaren wordt onze generatie vaak als een pechgeneratie bestempeld. En ook als ik over pensioenen lees, dan ben ik nog niet helemaal gerust op het eerste gezicht. Want ik lees krantenkoppen zoals CPB waarschuwt jongeren, ga ook zelf sparen voor je pensioen. Pensioenakkoord onbetaalbaar, jongeren krijgen rekening, maak het pensioenakkoord jongerenproof. Nou, allemaal matige, geruststellende termen. Dus wat vindt u zelf? Vindt u dat wij vertrouwen kunnen hebben in de pensioenen voor later? Ja, dat is natuurlijk een hele wezenlijke vraag, ook voor jullie als generatie, maar ik kan natuurlijk maar één antwoord geven. Dat is ja. En als ik zeg als eindverantwoordelijk voor een pensioenfonds dat er geen vertrouwen is, dan zou ik natuurlijk niet met de goede dingen bezig zijn. Dus dat is degene waar ik dagelijks mee bezig ben, om juist een pensioenstelsel mede leiding aan te geven en verantwoordelijkheid voor te hebben. Om ook vertrouwen te geven aan de deelnemers. En ik denk juist dat ons Nederlandse pensioenstelsel met de AOW als basis en dan wat we de tweede pijler noemen, waarin pensioenfondsen met elkaar geld beleggen, ja, dat is gewoon een enorm stevig fundament, juist voor de langere termijn, juist voor de jonge generatie. Dus ook zelf, los van uw functie, vindt u dat we vertrouwen moeten hebben? Absoluut, ja. 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 En we gaan het natuurlijk uitgebreid hebben over deze pensioenen. Maar voordat we beginnen, het is natuurlijk niet het meest gezellig of inspirerend onderwerp voor veel mensen. Waarom stopt u wel uw hart en energie in de pensioenwereld? Ja, dat heeft verschillende redenen. Ik denk in de eerste plaats dat... Kijk, pensioenen is een arbeidsvoorwaarde. En ik vind dat het verschrikkelijk belangrijk is dat we in Nederland een stelsel hebben waarin in de verhouding werkgever-werknemer, dat we gewoon goede arbeidsvoorwaarden hebben die verder reiken dan alleen maar wat je hier en nu verdient. Dus ik vind dat in het hele maatschappelijke visie die je hebt, dat we met elkaar verantwoordelijkheid hebben, ook als mensen niet meer werken. Als we van de oude dag gaan genieten. Of als ze komen te overlijden, dat er voor de nabestaanden iets is. Er zit voor mij een soort maatschappijvisie onder, dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor onze burgers, voor onze werknemers. En daarom is pensioen als arbeidsvoorwaarde verschrikkelijk belangrijk. En ik vind dat ook een soort voorbeeld van dat je gewoon een goede samenleving hebt. Dus een soort beschavingsvorm, dat je gewoon goed zorgt voor elkaar. En niet iedereen voor zichzelf, dat kunnen we natuurlijk ook zeggen. Hè. We hebben in Nederland hebben we dus niet alleen maar de AOW of alleen maar pensioenfondsen. We hebben ook wat we dan de derde pijler noemen. Iedereen kan gewoon voor zichzelf gaan sparen. Wat dan blijkbaar die krantenkoppen zeggen van ga zelf maar geld opzij zetten via een bank of een verzekeraar. Nou, dan ben je wel aan je eigen lot overgelaten. En dan is er geen collectiviteit of solidariteit. En ik vind dat een heel belangrijke visie en overtuiging. Ja. En om die collectiviteit te behouden, of om die pensioensysteem in ieder geval te behouden, is er nu ook na 10 jaar onderhandelen, bijna volgens mij, een nieuw pensioenakkoord. Na heel wat getouwtrek. En dat moest er komen natuurlijk omdat de arbeidsmarkt de afgelopen decennia aardig is veranderd. En het onhoudbaar was daardoor. Dus laten we even naar de inhoud daarvan kijken, hoe dat er eigenlijk voor ons gaat uitzien, of voor iedereen. Het wordt vaak beschreven als een flexibeler en transparanter akkoord. Wat houdt dat in? Nou, dan moet ik eigenlijk even één stapje terug van wat het nu was. Die collectiviteit die er was, dat was wel een collectiviteit die behoorlijk in beton gegoten was. En die ook uitging van een bepaalde visie op werknemers. Bijvoorbeeld dat als je ergens werkt
dat je daar gewoon heel je carrière ook blijft. Je bouwt pensioen op. Als je jong bent, betaal je premie. En als je 67 bent, ga je met pensioen. En je bleef altijd bij dezelfde werkgever. En dan kon je ook in het pensioenfonds kon je daar pensioen op bouwen. Er waren een aantal uitgangspunten van, daar blijf je, dat zit vast, je gaat niet weg. Nou, dat had bijvoorbeeld als consequentie dat we de zogenaamde doorsneepremie hadden. Dus dat iedereen betaalt dan, van jong en oud, dezelfde percentage voor je salaris. Aan pensioenpremie. Dat stond helemaal los van, dus je betaalt premie, dat ging gewoon in de grote pot. Had geen enkele directe relatie met wat voor jezelf was. Nou, dat kan kloppen als je 40 jaar of 45 jaar bij jezelfde werkgever en pensioenfonds blijft. Want in het begin betaal je dan meer en heb je later weer profijt van. Dus er is een solidariteit tussen de generaties. Dan eigenlijk betalen jongeren dan mee voor ouderen. Nou, die samenleving is nu totaal anders met allerlei flexibele werkomstandigheden. Je bent niet meer 40 jaar, tenminste dat hoop ik niet voor jullie, dat je straks ergens werkt en dan nog 40 jaar daar zit. Ja. Je gaat na een aantal jaren ga je weg. En dat zou betekenen dat je dan heel veel geld hebt betaald en je laat het achter. Dus de collectiviteit was mooi, maar was toch wel in beton gegoten. En daarvan is gezegd van we willen een soort optimum hebben tussen wel gebruik maken van en houden van bepaalde vormen van dingen samen doen, van solidariteit. Maar het moet wel navolgbaar zijn voor iedere individuele deelnemer. Dus iedereen krijgt straks een eigen pensioenpotje. Je kunt gewoon direct zien van wat heb ik per jaar betaald aan premie, wat heb ik mijn werkgever betaald. Dat gaat in mijn eigen pensioenpotje. Ik zie hoeveel geld daarin zit. Het rendement komt daar jaarlijks bij. Dus het is navolgbaar wat er voor jezelf is. En als je uit dienst treedt, kun je dat meenemen naar je andere werkgever. En die pot is dan ook nog afhankelijk van de leeftijdsgroep waar je invalt? Ja, dat is, wel een bepaalde vorm van risicodeling wat we dan hebben. Wat we dan zeggen. Want het pensioenfonds maakt met de beleggingen één totaalrendement. En dat wordt op een bepaalde manier wordt dat herverdeeld over de verschillende leeftijdsgroepen die daar zijn. En ook het beleggingsbeleid is ook weer afhankelijk van de opbouw en de leeftijdsopbouw van zo'n pensioenfonds. Want als je jong bent en je hebt nog 30, 40, 50 jaar geld te beleggen, kun je veel risicovoller geld gaan beleggen. Je kunt veel meer in aandelen gaan zitten. En als je ouder wordt, ja, dan moet je niet al te veel gaan risico nemen. Dus er wordt ook gekeken naar de samenstelling van zo'n pensioenfonds. Hoe kan, afhankelijk van die leeftijdsopbouw, hoe kunnen we ons geld beleggen? Nou, dat wordt dan ook op die manier dan ook weer herverdeeld onder de verschillende deelnemers. Ja, dus je ziet echt elk jaar eigenlijk je eigen persoonlijke pot van hoeveel daarin zit. Ja. En hoeveel daar dat jaar in jouw risicocategorie is uitgekomen. Ja, is bijgeschreven aan een rendement daarin. Ja. Ja. En dus dan uiteindelijk krijg je ook dat bedrag terug. Ja, dus als je met pensioen gaat, dan staat die enorme zak met geld, hè, gaan we even vanuit, die staat daar dan. En daar wordt elk jaar dan de uitkering uit betaald. En dan heb je ook weer de solidariteit van als je langer leeft dan de rest, ja, dan wordt wel, dat wordt elk jaar ook weer aangevuld vanuit het geheel. Dus er is ook wel een risicodeling als je ouder wordt dan de rest bijvoorbeeld. Ja. Ja. Maar als je dus dan als je jong bent met veel risico belegt en dat pakt niet goed voor je uit, dan heb je dus pech ten opzichte van de generatie die dat niet zo had. Nou, je hebt geluk dat je nog jong bent. Ja, want dat je de jaren daarna nog weer enorme uitschieters naar boven kunt hebben. Ja. Dus, maar daar zitten ook weer mogelijkheden om dat risico ook weer te dempen, zeg maar. Dus als je in enig jaar echt een enorme grote klap zou zijn, dat we echt de beurzen helemaal onderuit gaan. Dan kun je ook vanuit een soort solidariteitsreserve, zoals we dat noemen, kun je ook weer een vergoeding krijgen daarvoor. Maar in principe beweegt het pensioen mee met hoe het gaat met de economie. Ja, ja. En dat is een bepaalde verandering, dus dat de garantie er ook af is. Ja, dat klopt. Ja. Dat is een ander belangrijk punt wat het verschil is met nu. Nu hebben we een pensioenstelsel wat een uitkering toezegt. Je krijgt zoveel honderd of zoveel duizend euro per maand straks. En daarmee gaan pensioenfondsen een soort verplichting aan. Wij moeten ervoor zorgen dat voor mensen van 25, 30 jaar geven we nu een uitkering van 1000 euro per maand. Dus dat is het hele risico van dat we 1000 euro moeten gaan uitbetalen in die tussentijd zit helemaal bij het pensioenfonds. Nou, en dan komt de oude vakman in mij naar boven, de actuaris. Die gaat natuurlijk als een dolle rekenen van wat voor een overlevingskansen zijn er, wat voor een rekenrente moeten we hebben. Ja. Maar het risico, de verplichting is dan bij het pensioenfonds komen te liggen. Die zegt van ik ga jou niet een kapitaal geven straks, maar ik ga jou een uitkering geven.
En dan zijn er enorme strenge regels vanuit wetgeving. Ja. Die zeggen als je een dusdanige toezegging doet, een bedrag toezegt, dan moet je enorme hoge buffers moet je dan aanhouden. Nou, en dat is de reden waar we nu bij pensioenfondsen zijn we superrijk. Maar we hebben enorm veel buffers waar we eigenlijk niet veel mee kunnen. Nou, in het nieuwe stelsel gaan we die toezegging van die bedragen gaat eraf. We zeggen pensioen is de optelsom van je premies die je ingelegd hebt en de rendementen die je hebt gehad. Dan heb je op pensioendatum een zak met geld en daar gaan we de uitkeringen uit doen. Dus dat, die verplichting die helemaal naar voren is gehaald bij de pensioenfondsen, die is er dan vanaf. Ja. Is minder interessant voor een actuaris, maar veel beter voor de deelnemers. Zo. Ja, dat hoop je dan. Ja, dat hoop ik wel. Op het begin ging het ook even over die doorsneepremie. Dus nu krijg je eigenlijk meer rendement als je jong bent, omdat je langer de tijd hebt om te renderen. Ik vroeg me wel af, van, komt dan het zwaartepunt van je carrière ook helemaal naar het begin te liggen? Dan zou je dus eigenlijk verwachten, je kan zo vroeg mogelijk het beste beginnen met werken. Ja, dat is natuurlijk altijd. Kijk, pensioen is de optelsom van de hoeveelheid premies je hebt ingelegd en het rendement wat je hebt gehaald. Dus als je pas later begint met pensioen opbouwen, heb je per definitie heb je dan minder. Dus je hebt meer inleg als je jong begint. En B, je hebt meer tijd om rendement te maken. Dus, ja, maar dat is niet een pleidooi om nou te zeggen, we gaan nou stoppen met je studie en ga gelijk aan het werk. Dus dat is, maar dat is wel de clue. Ja. Dat, kijk, als mensen bijvoorbeeld en er zit ook wel een zorgpunt voor ons. Je hebt best wel veel mensen die geen pensioen opbouwen, bijvoorbeeld ZZP'ers. En hoeveel jonge mensen hebben niet een vaste baan en hebben allerlei contracten die ze hebben waar geen pensioenopbouw is. Nou, daar maak ik me wel zorgen om, dat die geen geld apart leggen nu en beginnen pas misschien op een 40ste of 45ste en dan ben je toch wel aan de late kant. Dus ja, dus hoe je het wendt of keert, het is het beste om zo vroeg mogelijk te beginnen. Als het niet bij een pensioenfonds is, dan is het inderdaad maar dan toch maar wat geld opzij zetten op een andere voorziening. Ja. En het pensioenakkoord is natuurlijk in een bepaalde mate nog open voor invulling. Gaat het ABP kiezen voor een collectief DC-systeem of individueel? Om het heel zorgvuldig te zeggen, dat bepalen dan de sociale partners bij ons. Hè, dus de vakbonden en de werkgevers, die onderhandelen daarover. En die hebben al het principebesluit genomen om voor het solidaire of het collectieve systeem te gaan kiezen. Dat de risico's meer gedeeld worden. Ja, want wij vinden, zeker voor zo'n groot fonds als wij zijn, ook voor de publieke sector, hè, voor het onderwijzend personeel, voor de medewerkers hier, voor de ambtenaren, wij vinden dat we daar een goede solidariteit moeten hebben, vinden de sociale partners zelf ook. Dus een bepaalde vorm van risicodeling vinden we van groot belang. Ook, en wat ik aan het begin zei, dat is ook een vorm van beschaving, vind ik dat. Dat je ook zorgt voor elkaar. Ja, ja. En ABP bestaat dit jaar 100 jaar. Wij zien ons wel een beetje als de grondlegger ook van het pensioensysteem. En dat vinden we, daar zijn we ook heel zuinig op. Dus allerlei voorstellen om alles maar helemaal individueel te gaan doen, daar zijn wij geen voorstander van. En kunt u vertellen hoe deze risicoverdeling er dan precies uitziet over die leeftijdsgroepen? Nou, dat stipten we zojuist al even aan. Dat we kijken naar de bestandsopbouw van een pensioenfonds. Hoeveel jongeren zijn er, hoeveel ouderen zijn we. En als er meer jongeren zijn, kunnen we ook meer beleggingsrisico kunnen we gaan lopen. Omdat die termijnen langer zijn, om ook weer geld terug te verdienen. Maar dat heeft dus ook het risico wat we zeiden van dat kan ook een keer een klapper naar beneden maken. Ja, er zit ook een bepaalde keuzevrijheid in voor de deelnemers. Ja, het risico wat zij willen nemen. Ja, en dat is een van de onderdelen van de nieuwe wet. Wij moeten één keer in de 5 jaar minimaal moeten wij ook aan deelnemers vragen wat voor risicoprofiel ze willen hebben. Dus dat is een risicopreferentieonderzoek heet dat. Dus dan gaan we via enquêtes en via allerlei andere uitvragen gaan we aan de deelnemers vragen van wat voor risico wil je lopen. En dan daar hebben we al de eerste ideeën van. En dan blijkt overigens dat jongeren eigenlijk helemaal niet zoveel risico willen lopen. Omdat ze ook allemaal niet kunnen overzien. En dat is een beetje een raar patroon. Ik weet niet of het raar is. Dat is een jongeren die kunnen niet overzien. Die willen niet te veel risico lopen. Ouderen willen dat ook niet. En is dat raar? Want eigenlijk jongeren hebben in principe hebben geen verstand van beleggen. Nee, en misschien is raar niet het goede woord, maar we vinden het ook van belang om goede voorlichting te doen. Juist als je jong bent, dan kun je optimaal profiteren van die enorme lange horizon die je hebt. Als je kijkt naar lange termijn beleggingen, juist met aandelen kun je gewoon heel veel opbrengst hebben. Dus wij zien qua risicoprofiel dat we eigenlijk zouden willen dat die jongeren maximaal in aandelen of in zakelijke waarde gaan zitten. Het is zelfs mogelijk in de nieuwe wetsvoorstellen dat je voor jongeren
meer in aandelen gaat zitten dan ze werkelijk aan pensioenvermogen hebben. Dan leen je als het ware van jongeren. Er zit dus een risico in als het misgaat dat je dan één keer alles kwijt bent. En dan kan er iets van solidariteit zijn. Dat je dan zegt, als dat gebeurt, theoretisch, dan kunnen we daar een bepaalde vergoeding voor geven. Dus daarmee zeg je dat je juist door gebruik te maken van de collectiviteit, van de generaties, kun je per saldo voor iedereen een hoger pensioen krijgen. Hoger dan als je het individueel gaat doen. Ja, en in het nieuwe systeem zullen deze deelnemers dus beter inzicht krijgen in de ontwikkeling van de pensioenopbouw. Maar ze worden dus ook geacht om een mening te vormen over dus risico nemen en lange termijn beleggen. Hoe ziet u dan de toenemende communicatie en adviesrollen van pensioenfondsen? Ja, dat is een verschrikkelijk belangrijk punt. Nu is de pensioenfondssector nou niet, denk ik, de meest sprankelende sector als het gaat om communicatie en om hele goede methodes van communicatie. Er is ook weinig vertrouwen in pensioenfondsen, dus er ligt een enorme uitdaging. En ja, daar zijn we ook als ABP zijn we daar volop mee bezig om met allerlei nieuwe vormen van communicatie, om daar wel deelnemers bewust te laten zijn van bijvoorbeeld die risico wat het oplevert, maar ook van wat zit er nou in je pensioenpot. We hebben al allerlei apps ontwikkeld dat je gewoon op je smartphone gewoon dagelijks kunt kijken van hoe gaat het met met je pensioenopbouw. Nou, iedereen kijkt wel zeer regelmatig op zijn bank-app. Maar we willen ook graag dat die pensioen op die manier ook gaat leven voor deelnemers. Maar daar hebben we nog wel een enorme wereld te winnen als het gaat om communicatie. Ja, want het is eigenlijk wel vrij onhandig als het hele pensioenakkoord is gebaseerd op jongeren die meer risico dragen en ouderen die minder dragen. En dan vraag je het ze en blijkt dat ze dat dus eigenlijk niet willen. Nee, dus dat is ook een van de redenen waarom ik hier vanmiddag zit. Dus okay. Oprecht, want we willen echt dat pensioen veel dichter bijbrengen. Dat blijkt uit onderzoek, als je vraagt aan willekeurige mensen van wat denk je over pensioen? Ja, dan denk je aan oud worden en aan doodgaan of arbeidsongeschikt worden. Nou, dat zijn niet de dingen waar je nou dagelijks mee geconfronteerd wil worden. Ja. Dus we willen pensioen ook wat dichterbij brengen. Dat juist, misschien wel de allerbelangrijkste fase van pensioenopbouw, van pensioenen, is de fase dat je nog geen pensioen hebt, maar dat je aan het sparen bent. Ja. En dat je daar dan ook tijdig mee begint. Ja. Nou, even kijken hoor. Dat risico is natuurlijk alleen maar goed als het de goede kant op gaat. Dus daar ligt ook wel een beetje de aanname dat het dan vaker goed gaat dan slecht. Met de economie over een lange periode. Maar wat als dat een keer, ja, wat als dat een periode achter elkaar niet goed gaat? Dan is die buffer is er niet meer om die schok op te vangen. Ja, ja daar. Kijk, een van de systemen waar we nu mee bezig zijn is van. We gaan ook verwachtingen gaan we creëren. Als je zoveel premie inlegt, kun je ongeveer zoveel pensioen krijgen. Dat is een bepaalde ambitie. Er zitten natuurlijk allerlei, en dat hoef ik jullie niet te vertellen, allerlei rekenmodellen zitten daaronder. Er zitten kanssystemen onder, stochastiek zit daaronder. En je kunt die verhouding tussen ambitie en premie inleg, kun je met die modellen natuurlijk zo inregelen dat je per saldo misschien vier keer zo vaak een positievere uitkomst hebt dan een negatieve uitkomst. Dus dat is de kansrekening die eronder zit. Neem niet weg dat je wel één keer in de vijf jaar bij wijze van spreken wel een klapper naar beneden kunt maken. Nou, en dan is het idee dat als je jong bent, dat je dan via zo'n solidariteitsreserve dat kunt delen met elkaar. En als je al met pensioen bent, dat is ook een van de mogelijkheden, dat je dan niet dat je uitkering in dat jaar heel hard naar beneden gaat, maar dat je het dan kunt spreiden. Dat je zo'n schok ook weer kunt opvangen in de jaren daarna. Maar het principe eronder is dat je zegt, de risico's willen we zo gaan inregelen dat je vaker aan de pluskant zit dan aan de minkant. Ja, en dat klinkt wel goed en ik wil ook niet doen denken, maar we hebben natuurlijk wel ook in de komende tijd best wel uitdagingen die voor mijn gevoel niet per se per definitie dat je kan stellen dat het maar één keer in de vijf jaar slecht gaat. Ik noem een klimaatcrisis die best wel veel volatiliteit in veel markten brengt, maar ook huidige hoge inflatie, misschien wel inflatie door een energietransitie die er bovenop komt. Dus is dat niet een te simpele aanname die misschien wel te veel oneerlijkheid schept? Ja, kijk, wat wij doen is dat we die onderliggende verhouding tussen de verwachting tussen een bepaald niveau wat je hebt en de premies die je inlegt en de volatiliteit, hè, om te zoeken welke woorden ik mag gebruiken, maar als jij het zegt, dan mag ik dat ook wel gebruiken. En dat gaan we natuurlijk, we zijn daar elk jaar mee bezig om dat via allerlei hele uitgebreide studies, ALM-studies, om dat ook te testen. En daar hebben we
natuurlijk een heel set van aannames hebben eronder, maar daar pakken we ook extreme scenario's. Van hoge inflatie of we noemen dat de klimaatkuil, dat het met het klimaat verkeerd gaat. Of we hadden een scenario onrustig Europa. Nou helaas is dat ook uitgekomen afgelopen jaar. Dus we hebben nogal inderdaad. En we hebben ook scenario's dat de rente langer laag blijft. Nou nu gaat die rente iets omhoog. Ja. Dus dan hebben we met die veronderstelling die eronder zit van die verhouding tussen premie en ambitie. Testen we elk jaar van hoe kunnen die extremen er ook uitzien van, en wat kunnen we dan doen? Dan moet ik wel een mega disclaimer bijzetten van als het echt misgaat, dan gaat het overal mis natuurlijk. Dan kun je sparen wat je wil, maar dan hebben we echt een groot probleem. En dat is wel een consequentie van het systeem wat we hebben, namelijk kapitaaldekking. Dat we gebruik willen maken van pensioen is premie plus rendement en je spaart voor je eigen pensioen. Dan moet je zeggen, van, dan stappen we helemaal over naar wat de AOW is, naar een omslagstelsel. Ja. Van, we gaan de premie incasseren en we betalen het aan de gepensioneerden. Dan heb je het hele risico van economie en rendement heb je niet meer. Ja, daar hebben we 100 jaar geleden niet voor gekozen. En ik zou het ook niet op mijn geweten willen hebben dat ik dat in mijn bestuurstermijn dan onderuit schoffel. Dus dat is het want ik geloof nog steeds in de kracht van op die manier rendement te gebruiken voor een goed pensioen. Met wel die terechte opmerking dat je wel de risico's ervan echt goed onder ogen moet zien. En daarom ook risicodeling, collectiviteit, solidariteit. En dan is er natuurlijk nog een vraag die veel voorbij komt. In 2023 zal de transitiefase naar het nieuwe stelsel beginnen. Maar tot die tijd is er nog veel vraag vanuit gepensioneerden om de pensioenen te verhogen. De zogenaamde indexatie. Ja. Gaat ABP de pensioenen verhogen? Dan is het, moet ik even het zinnetje wat ik uit mijn hoofd geleerd heb, wat ik in communicatie dan moet zeggen. Van, als dat mag van de Kamer, hebben wij de intentie om dat te doen na een evenwichtige afweging. Oké, dan gaan we nu in op de evenwichtige afweging. Ja. Uw eigen zin, die niet van uw voorlichter komt. Kijk, wij hebben als pensioen, voor onze missie is samen bouwen aan goed pensioen. Onze intentie is om een pensioen uit te keren aan gepensioneerden die ook een bepaalde koopkracht kan garanderen. Dus alles zit in ons systeem dat wij niets liever willen dan elk jaar de pensioenen ook te verhogen met de inflatie die er is. Nu hebben we al meer dan 10 jaar hebben we dat niet kunnen doen door omstandigheden van die hoge eisen voor die buffers, de lage rekenrente. Dus daarom hebben we enorme vermogens hebben we apart moeten houden op verzoek van de Nederlandse bank en eigenlijk van de politiek. En dat steekt ons. Daarom hebben we ook gezegd, we willen niets liever dan dat het geld eerder naar de mensen gaat dat we het pensioen kunnen verhogen. Dus wil ABP verhogen? Ja, niets liever. Maar dan wel volgens de spelregels. En daarom hebben we steeds gezegd, ook in de lobby naar de nieuwe pensioencontract. Want daar kan het eerder, daar beweegt het eerder mee met de economie. Dat we vooruitlopend aan de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel op 1 januari 2026 we al eerder gebruik willen kunnen maken van dat verhogen van pensioenen. En daarvoor hebben we ook een lobby gevoerd en daarvoor is er ook binnenkort wordt een AMVB wordt nu aangenomen in de Kamer, dat het al eerder kan. Nou, en onze intentie is dan, en daar zijn we nu ook aan het voorbereiden, 1 juli gaat die in, dat we bij wijze van spreken dan op 1 juli 's middags al dat besluit kunnen nemen. Dus alles zijn we aan het voorbereiden dat het kan, maar dan wel met die zorgvuldige afweging. Die er is. En wij zitten hier natuurlijk als jongeren. Mm-hmm. Ja, en de afweging of dit antwoord neigt een beetje naar dat jullie het wel graag willen. Maar dat maak ik er. Ik dacht dat je redelijk neutraal was, maar niet. Dat is aan de ene kant natuurlijk de gepensioneerden die graag indexatie willen om mee te bewegen met de inflatie en dus de koopkracht te behouden. Maar aan de andere kant staan ook wel de generatie die langer van het nieuwe systeem moet gaan. En die buffer ook wel hard nodig heeft om klappen op te vangen. Ja, dit is precies het dilemma van wat ik heb over de evenwichtigheid. Ja. Van alles wat je nu, wat er straks gaat gebeuren op 1 januari 2026, dan gaan we die enorme zak met geld die nu van iedereen is, die gaan we via een enorme grote rekenformule, waarin we de beste econometristen en actuarissen nodig hebben, gaan we die enorme zak met geld gaan we toewijzen naar al die individuen. En hopelijk blijft er dan een soort buffer nog over, om slechte tijden, om die dan kunnen. Alles wat je dus nu weggeeft, kan dus niet in die buffer. Dat is het punt wat je zegt. Tegelijkertijd
zitten we wel met een generatie gepensioneerden die al 12 jaar lang geen enkele vorm van verhoging heeft gehad. Dus dat is een groot meta-vraagstuk van die evenwichtigheid. Van wat kun je nu op een verantwoorde manier aan indexatie doen? Overigens is indexatie niet alleen voor gepensioneerden, maar ook voor mensen die nu al pensioen hebben opgebouwd. Daarmee gaat ook dat omhoog. Maar het klopt, als je nog geen deelnemer bent en je wordt de komende jaren deelnemer, ja, dan kan het zijn dat er geld wordt uitgekeerd waar jij dan geen... Ja, dat klopt. Maar dat is precies de grote vraag waar we voor staan. Ja, want het is door de vakbond FNV is na een tijdje dit pensioenakkoord ook genoemd als het casino pensioen. Dat is misschien een beetje een hyperbol, maar het voelt daardoor wel een beetje cru als dan de zekerheid wel werd gegeven aan de oudere generatie, maar die nu wel indexatie krijgen. Maar het casino pensioen wordt doorgeschoven met een kleinere buffer naar de nieuwe generatie. Hoe ziet u dat zelf? Ja, nu is dat ik knap ongelukkig geweest van die FNV-medewerker die dat casino-pensioen heeft genoemd. En daarmee ga je natuurlijk in één zin ga je al het werk van die goede communicatie-medewerkers onderuit schoffelen. En ik geloof ook echt niet dat het een casino-pensioen is. Het is gewoon een veel eerlijker, evenwichtiger verdeling van risico's en van rendementen. En hoe het event verkeert, er zit een solidariteit tussen de generaties. En dat moet je goed afwegen. Dus dat betekent dat wij voor al die leeftijdscohorten, van jongeren, van ouderen, van de middengroepen, gaan we kijken van wat is er aan, als er wordt geïndexeerd, wat blijft er over voor straks voor die buffers in het nieuwe stelsel. Maar daar gaan we allemaal naar kijken en gaan we mee rekenen. Moeten wij dit voor ons zien? Is dit een bepaalde kwantificatie of is dit een boardroomtafelgesprek? Maar hoe gaat zo'n overleg? Nee, dat is echt behoorlijk uitgewerkt met financiële modellen, je moest eens weten, als je bestuurstukken ziet bij onze vergadering, dat zijn honderden, soms duizenden pagina's, ook met berekeningen, dus het is echt evidence-based, dat is echt op basis van feiten, van rekensommen, en daar gaan we dan de bestuurlijke afweging mee maken. Uiteindelijk moeten we wel bestuurlijke besluiten gaan nemen over die generatie-effecten die er zijn. En dan moeten we ook één ander ding niet vergeten. Misschien is dat een beetje technisch, maar dat kan wel in dit verband. Dat de premie die nu betaald wordt, die is niet kostendekkend. De kostprijs van pensioen is een stuk hoger dan wat er nu aan premie wordt betaald. Dat heeft ook met die lage rekenrente te maken. Dus ook elke jongere die nu 1 euro premie betaalt, dan moeten 30 cent moeten wel weer bij vanuit de grote pot. Dus er zitten, we hebben dat eens een keer uitgetekend, er zitten wel 7 of 8 vormen van, in het huidige stelsel, van solidariteit, van geldstromen die van jong naar oud gaan. En dat is juist een van de zwakke punten van het huidige stelsel, van ja, op een gegeven moment weet je ook niet meer van hoe die geldstromen zijn. Dus daar willen we vanaf. Maar om daar naar het nieuwe stelsel te komen, moeten we nog één keer, om nooit meer te gaan herverdelen op een verkeerde manier, moeten we nog één keer gaan herverdelen. Dat is eigenlijk, maar dan op een eerlijke manier. En daar houden we nu met die verhoging van de pensioenen nu, daar moeten we nu al rekening mee houden. Dus dat is dat is de grote klus waar we nu voor staan. Ja. Okay. En wat ook een deel van die herverdeling is de misschien wel compensatie voor de 30 tot 50 ja, die leeftijdscategorie, omdat die door de afschaffing van de doorsneepremie eigenlijk nu benadeeld wordt. Ja. Ja, dat gaat om een groot bedrag. Kan het zijn dat daar een deel van de kosten ook door wordt geschoven naar de premie die jongeren gaan betalen? Nee, dat is niet de bedoeling en dat mag ook niet in het nieuwe stelsel. Wat wel zo is, dat bij dat moment van overgang, waarin we die enorme grote herverdeling van die pensioenpot naar die individuen, mag je een deel van die buffers die je dan hebt, mag je daarvoor reserveren. Een compensatiedepot heet dat dan. Nu blijkt uit sommen die wij gemaakt hebben, dat dat heel erg meevalt voor die leeftijdscategorie. Dat in de positieve effecten dat zij ook daar niet op achteruit dreigen te gaan. Maar hier gaan we ook naar kijken. Van dat is die groep die al 20 jaar lang een te hoge premie heeft betaald, die doorsneepremie. Komen in de fase waarin ze er juist profijt van gaan hebben en dan wordt het systeem gewijzigd. Maar daarvan kunnen we kijken of daar een bepaalde depot nog voor nodig is. Ja. Nou, laten we ons even richten op het publiek. Er zijn vast wat vragen uit de zaal. De meneer hiervoor. De microfoon komt eraan. U zit waarschijnlijk op de grootste pot zak met geld, al bent u niet de eigenaar daarvan.
Als er nou ambtenaren zijn die zeggen van dit is een democratie, maar ik vind dat het ABP te veel investeert in fossiel bijvoorbeeld, of kernwapens, dat doet hij niet, maar toch, als hij daar niet meer mee eens is. Vindt u dat de Tweede Kamer zou moeten besluiten dat dat zou moeten veranderen, dat er wel keuzevrijheid komt? Nee, ik vind dat principieel dat de Tweede Kamer moet zich daar buiten houden. Kijk, het is een, ik zei het al, pensioenen is een arbeidsvoorwaarde. Dat wordt besproken in de arbeidsverhouding tussen werkgever en werknemer. Ik weet niet of u medewerker bent hier van de universiteit, of gewoon een voorbijganger, of een student, maar het maakt niet uit. Maar mensen die medewerker zijn hier van de universiteit, die... Ik heb een verkeerd woord gezegd of zo. Ja. Kijk, pensioenen is een arbeidsvoorwaarde in de verhouding werkgever-werknemer. Dus in de Nederlandse situatie is dat geregeld door sociale partners. Pensioenfondsen zijn van sociale partners. Dus daar zit de besluitvorming, hoe je omgaat met het beleggingsbeleid bijvoorbeeld. Tegelijkertijd, en dat vind ik een zeer groot goed, is er wel heel veel inspraak. Ook bij ons als ABP. We hebben een bestuur wat onder andere bestaat uit mensen vanuit de vakcentrales, de vakbonden. Die dus ook de stem van de werknemer laat doorklinken in de bestuurstafel. En we hebben een zogeheten verantwoordingsorgaan. Een democratisch gekozen verantwoordingsorgaan van deelnemers. Net deze week weer verkiezingenuitslag geweest van deelnemers die ook inspraak kunnen hebben. En daar vinden dit soort gesprekken ook plaats. En ik weet niet of u of jullie dat hebben gelezen. We hebben vorig jaar oktober het besluit genomen om juist ons beleggingsbeleid aan te passen. En juist uit fossiel te gaan. Mede ook naar aanleiding natuurlijk van eigen besluitvorming, maar ook van oproepen van deelnemers. Dus, we luisteren daar wel naar in de hele bestuurlijke afweging. Maar als de Tweede Kamer daarbij moet komen kijken, dan zeg ik van ja, nee, we hebben een systeem in Nederland. De eerste pijler, AOW, daar mag de politiek zich over buigen. De politiek mag over de inrichting, maar over de besluitvorming van pensioenfondsen, daar zijn besturen voor. Nee, maar er zijn meer pensioenfondsen en als ambtenaar heb je geen keuze. Nee, maar dat is, ik zou zeggen, gefeliciteerd. Want dan zit u wel bij het grootste fonds waarin ook op de beste manier de collectiviteit en de solidariteit geborgd kan worden. Maar die individuele keuze is er niet, maar wel via die inspraakorganen is er wel de collectieve verantwoordelijkheid. En nogmaals, dat heeft onder andere toegeleid dat wij vorig jaar dat besluit hebben genomen om uit fossiele producenten te gaan stappen. Mede door dat we onszelf ook, en jullie zeiden bij de introductie, een pensioenfonds is niet alleen een financiële instelling, maar ook een maatschappelijke instelling. We willen ook op een verantwoorde manier met onze beleggingen omgaan. En dit is een onderdeel daarvan. En over die fossiele aandelen gesproken, je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om een aantal aan te houden en inspraak te hebben of invloed te hebben op een bedrijf, een zogenaamd engagement. En het ABP kiest er dus wel voor om engagement te hebben met bepaalde andere bedrijven, maar wat is dan precies de grens? Wat is het grijze gebied waar u dan op verkeert, waar u nog wel kiest voor engagement en niet voor verkoop? Ja, dit is precies een van de thema's geweest bij de besluitvorming afgelopen jaar. Kijk, wij beginnen met, omdat wij een maatschappelijke instelling zijn, zeggen we, wij willen voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. Maximaal 1,5 graad opwarming. Daarbij hoort een bepaalde visie op de energiesector. Dan moet op een bepaalde manier de energiesector moet echt anders in elkaar gaan. Fossiel moet eruit. Dus er zit een enorme energietransitie zit daaronder. Dus als wij die doelstelling hebben, 1,5 graad. En het middel is dat we fossiele bedrijven willen omturnen naar andere vormen van energie, willen wij een rol spelen, ook als wij als aandeelhouder van dat soort bedrijven, in die hele energieketen. Afgelopen jaren hebben we laten zien dat die engagement, dus actief aandeelhouder zijn van die fossiele producenten, ja, is te weinig effectief. Ze hebben gewoon te weinig geluisterd naar ons. Het kost te veel tijd om via die engagement die bedrijven om te turnen naar een andere business cases, andere verdienmodellen, dat ze gaan stoppen met het produceren van fossiel. Daarvan hebben we gezegd van, en daar kwamen de wetenschappelijke rapporten vorig jaar zomer van de IPCC en de IEA kwamen daarbij van, als je echt dat doelstelling van 1,5 graad Parijs wil halen, moet je nu stoppen met alle nieuwe vormen van exploratie van olie en gas. Dus als je dat doorredeneert, als je dus niet doet
dan haal je anderhalve graad niet. Dus hebben wij gezegd, van, dan vinden we dat die bedrijven daar per direct mee moeten stoppen. Als ze dat niet doen, ja, dan moeten wij daar onze handen van afhalen. Dan gaan we daar weg en dan gaan we onze engagement, onze energie, gaan we dan stoppen in andere bedrijven in die keten. Bijvoorbeeld in de grootverbruikers van energie, dat we tegen hen zeggen van, jullie moeten niet meer fossiele energie, maar jullie moeten andere vormen van energie gaan. Dus even de vergelijking met, de totaal kromme vergelijking met roken. We gaan de tabaksindustrie niet aanpakken, maar we gaan de gebruikers zeggen van, je moet stoppen met roken en je moet kauwgom gaan eten. Of ik weet niet wat een goed alternatief is in dat verband. Maar, ja. Dus we willen nog steeds die doelstelling en we denken dat we het meest effectief zijn dat we in die hele keten van energie, dat we onze aandacht verleggen naar de waar we wel meer invloed kunnen hebben. En waarom werkt dat engagement dan wel goed in die grootverbruiksector? Dan we daar, die zullen toch ook moeten transformeren en die zullen dat makkelijker kunnen doen dan die, omdat hun businessmodel is niet afhankelijk van de winsten op olie en gas. Dus dat is voor hen is dat een gebruikersmiddel en hun businessmodel zit ergens anders in. En dat maakt niet uit of je het nou bij de ene leverancier of de andere leverancier haalt. Maar bij de fossiele industrie is hun businessmodel is juist het oppompen van olie en gas. En dan raken ze in hun hart als ze moeten veranderen. En bij die andere bedrijven is het maar een onderdeel van hun bedrijfsvoering. En merken jullie ook nu al dat je daar dan invloed op kan hebben, dat het verbetert? Ja, dat zijn natuurlijk allemaal trage processen. En we hebben dat besluit een half jaar geleden genomen. Dus dat is allemaal nog in proces. Ja, ik kan wel heel stoer zeggen van dat is zo, maar dat heeft ook wel weer tijd nodig. Ja, dat is nog niet helemaal zo. Ja, en deze beslissing werd ook niet geleid, maar deels gepusht door activistengroepen, bijvoorbeeld ABP Fossielvrij. Is het een gevaar dat jullie daar ook door beïnvloed worden? Nou, het is, kijk, de actiegroepen, we werken al jaren mee samen, zo noem ik het ook, hè, want ik zie ze niet zozeer als een tegenpartij, maar het is een belangrijke stem ook in het debat wat we hebben. Dus dat was al een aantal jaren waar we mee in gesprek. Het werd wel geïntensiveerd de afgelopen tijd, dat klopt. Maar dat is niet de aanleiding geweest. Het was de optelsom van het maatschappelijk debat. Wat voor ons erg belangrijk is geweest, is toch ook gesprekken die we hadden met deelnemers, toch ook de gemeenteambtenaren, de hoogleraren, andere ambtenaren die ons steeds gingen bevragen op ons beleggingsbeleid. De waterschappen, nou overal hebben ze allemaal uitgenodigd. Dus dat was een heel belangrijk signaal. Als je ziet dat een heel groot deel van onze deelnemers, onze sectoren een bepaalde visie hebben, dan willen we daar serieus naar kijken. Dus het was natuurlijk de actiegroepen die ons wakker hielden, die onze ook vorig jaar onze kantoren een paar keer bezet hebben. Natuurlijk speelt dat mee. De stem van de deelnemers, de sectoren die er zijn. Maar wat ik al zei, de echte gamechanger was de wetenschappelijke bewijzen in de zomer die op ons afkwamen van de IPCC en de IEA-rapporten. Van dat onomstotelijk werd aangetoond van de klimaatverandering komt echt door menselijk handelen. Dus er zal ook weer door menselijk handelen teruggedraaid moeten worden. En B, als je echt die anderhalve graad wil halen, moet je echt nu gaan stoppen met die exploratie van nieuwe velden. Dus die optelsom. We zijn niet doof voor actiegroepen. We luisteren erg naar onze deelnemers en de sectoren, want we zijn het fonds van de ambtenaren, van het onderwijspersoneel. Dus we willen ook die stem laten horen. En we willen het wel doen op basis van goed wetenschappelijk onderzoek. Maar gaat u hier nu van uit dat uw deelnemers een duurzaam aandeel voor altijd zullen verkiezen boven een misschien minder duurzaam aandeel met hoger rendement? Nou, we hebben natuurlijk ook een brede populatie. We hebben ook allerlei deelnemersonderzoeken gedaan. En er zijn wel een aantal deelnemers die zeggen van ja, even plat gezegd, van het maakt mij niet zoveel uit hoe je geld verdient. Als je maar geld verdient, want ik heb al 10 jaar lang geen indexatie gehad. Nou, daar hebben wij als bestuur dan wel een verantwoordelijkheid te dragen. En dus hebben we ook in al onze analyses wel onderzoek gedaan van als je meer duurzaam gaat beleggen, wat is het effect op het rendement? Daar zit zeg maar een meer kleiner vraagstuk van, heeft dat direct effect op je rendementen? Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het niet het geval is. Zuinig geformuleerd is minimaal hetzelfde, maar sommige onderzoeken laten zien dat het zelfs door duurzaam te gaan beleggen, je toch meer rendement kunt krijgen, dus dat is één verhaal. Het grotere verhaal is dat we, goed pensioen is niet alleen maar wat je elke maand op je bankrekening krijgt, maar is ook de omgeving waarin je dat kunt genieten. Dus we voelen ons ook verantwoordelijk voor,
de totale maatschappelijke omgeving en de hele environment die om ons heen is. Dus goed pensioen is ook de omgeving waarin je dat kunt genieten. Okay. En in het nieuwe stelsel zal het mogelijk zijn dat mensen bijvoorbeeld kiezen voor meer risico. Denkt u dat er hiermee ook meer ruimte is om ethisch te beleggen door middel van hogere risicoprofielen? Nou, niet zozeer het ethisch beleggen. Kijk, ik vind dat we per definitie in alles ethisch moeten beleggen. En dat is die maatschappelijke rol. En dat is eigenlijk ook de vraag die naar voren kwam. Ik vind dat we eigenlijk geen onderscheid zouden moeten maken van we zijn een pensioenfonds en je hebt verschillende categorieën. Je kunt ethisch beleggen en niet ethisch beleggen. Dat zou ook mijn eer te na zijn. Ik vind dat we in alles, elke belegging die we hebben, moeten we moreel verantwoord dat kunnen verklaren. En als het niet zo is, dan moeten we dat niet gaan doen. Als het niet bijdraagt aan die maatschappelijke opgaven waar we voor staan, dan moeten we niet meer bezig zijn. Dus we horen ook wel, kunnen we niet keuzemogelijkheden van meer of minder groen? Nee, ik vind dat het gewoon allemaal moet het een bijdrage leveren aan die doelstellingen die we hebben. Ja, en dit lijkt ook wel, dit is ook vaker wel genoemd door ABP de laatste tijd, dat een ethische rol belangrijk is. En nee, afgelopen jaar zijn er dus een aantal beslissingen geweest om uit fossiele beleggingen te gaan. Daarvoor ook al een aantal meer ethischere richtingen. En u bent ook net aangesteld als gezicht van ABP. U wordt ook wel eens genoemd als een verbindend leider en een inspirerend moreel leider. Dus ABP zelf. Ja. Ja. En we hadden u net hiervoor ook al kort over uw achtergrond als predikant. Dus ik vroeg me ook af, van, hebben al deze dingen met elkaar te maken dat ABP ook haar morele karakter een beetje wil pushen? Nou, even los van mijn persoon en hoe ik, kijk, misschien is het ook wel andersom, dat ik juist bij ABP me erg herken in die waarden daar, dan dat ik zo nodig als een soort missionaris denk dat ik daar de wereld moet veranderen. Ik denk dat het eerder andersom. Misschien denkt u dat niet, maar denkt ABP, dit is een... Nee, kijk, ik wil even iets loshalen bij mezelf. Het is een... ik vind dat we als grootste pensioenfonds in Nederland, het pensioenfonds van de publieke sector, waarin we inderdaad er een verplichtstelling is, waar mensen verplicht zijn, dat schept zo'n grote verantwoordelijkheid dat je niet kunt zeggen we zijn alleen maar... We kunnen ook even 10 seconden even wachten totdat het iets meer rustig. Ja, oké. Okay. Nee, dus het feit dat we het fonds zijn van de publieke sector, waarbij er een verplichtstelling is, waarin we de verantwoordelijkheid hebben dat de mensen zeggen, of de wetgever zegt, je moet daar met je geld naartoe gaan. Dat schept zo'n grote verantwoordelijkheid ook maatschappelijk, dan moet je wel die morele vragen moeten op tafel komen. Ja, dat ik me daar dan erg door toevallig een aantal afslagen die ik in mijn biografie heb genomen, daar dan senang bij voel, ja, dat is zo, ja, dat klopt. En daar wil ik me ook hard voor maken. Dat geeft ook mijn diepste motivatie om hier leiding aan te geven en dit verhaal ook te vertellen. Ja. Bent u daar ook cruciaal voor? Want als u... Nee, u vindt het dus heel belangrijk, maar als een naganger naar u dat minder belangrijk vindt, betekent dat ABP een andere weg ingaat? Of zit het wel echt zo erg... Nee, ik ben ook maar een klein schakeltje in het geheel. En ik neem aan dat als ik 72 ben, want dan denk ik mijn pensioendatum tegen die tijd, dan weggaan bij ABP. Dat ze heus wel iemand vinden die dat nog beter doet dan ik. Nee, ik denk dat niet... ik zou dat niet willen overdrijven. Het is denk ik eerder andersom. Ik voel me erg gemotiveerd om bij de grote opgave waar ABP voor staat, om daar een bijdrage aan te leveren. En ja, anderen moeten maar zeggen van als ik weg ben, als het dan in elkaar valt of niet. Maar dat denk ik eerlijk gezegd niet. Dat weet ik wel zeker. Dus, gelukkig. En wat groter gekeken, dus op een nieuw systeem. Vindt u dat het individualistischer wordt? Nee. En dat is een mooie... Ik hou niet van het woord individualistisch, maar wel... meer persoonlijk. Ja. Het is meer... Ja, nu, het klinkt... Wat is het verschil daar precies? Ja. Nou ja, kijk, het individualisme gaat toch uit van dat je in je eentje dat echt gericht is op die individu. Persoonlijk wil zeggen, je gaat toch uit van een bepaalde collectiviteit, maar wel met de persoon als uitgangspunt. En dat, dus persoonlijk wil zeggen van je kunt dat een persoonlijke aanpak in een bepaalde collectieve context. Dat is wat ik bedoel. Dus je hebt een basisinfrastructuur van solidariteit en collectiviteit. En daarbinnen heb je oog voor de persoon. Bijvoorbeeld, daarom willen we van die doorsneepremie af. Dat is dat is iets wat te rigide collectief is. Houdt geen rekening met de persoonlijke situatie. En daarom willen we daarvan af en kijken we naar de persoonlijke situatie. Jongeren moeten die premie ook krijgen die ze betalen. Nou, ze hebben een aantal van dat soort
veranderingen gehad in het verleden. Het was, toen ik begon in de pensioensector was dat het geval dat, dat in bepaalde situaties als vrouwen gingen trouwen waren ze geen deelnemer meer in het pensioenfonds. Want er werd verondersteld dat ze dan niet gingen werken. Ja, ik kom van de vorige eeuw, hè, dus dat is even van een totaal ander planeet voor jullie. Maar zo zie je dat ook zo'n, dat soort aannames van we hebben een bepaald collectief beeld, gaat meer naar de persoonlijke situatie. Maar dat vind ik wat anders dan het individualisme. Oké. Okay. En even terugkomend op iets wat we deze week, vorige week, voorbij zijn gekomen. Door de lage rente de afgelopen jaren werd er veel meer geïnvesteerd in alternatieve beleggingen met hoger rendement, onder andere private equity. En u heeft gesproken over de prestatiebonussen van private equity huizen. Geeft dat ook meer invloed op het duurzaamheidsbeleid van deze private equity huizen? Als u toch een hoge prijs betaalt van 3 miljard. Ik sprak over prestatievergoedingen, niet over, anderen noemen dat bonussen, want er zit een soort, geur zit daar omheen, maar het zijn, nee, dat zijn met name financiële contracten. Het feit dat we daar wel in beleggen, geeft wel dat we invloed hebben. Overigens, dat geldt voor al onze beleggingen, niet alleen voor deze categorie. Wij beleggen, zoals we het noemen, door het vierkant. We kijken bij elke belegging kijken we naar vier perspectieven. Dat is risico, dat is rendement, dat is kosten en duurzaamheid. Dus bij alle beleggingen die we hebben, moet het voldoen aan een bepaalde mate van duurzaamheid. Dus ook deze categorie waarin, ik las in de krant dat het 2,8 miljard was, geloof ik, hè, wat wij eraan aan betaald hebben. Dat is natuurlijk gruwelijk veel, veel geld. Dus we kijken ook... Wist u niet? Dan? Wist u dat niet? Nee, we hebben het zelf in de krant laten zetten, dus ik bedoel maar om aan te geven dat het heel veel commotie heeft opgeleverd. Zelfs tot aan een... Misschien heeft een externe iemand dat dan erin gezet, maar nee. Nee, zelfs een motie die afgelopen dinsdag in de Tweede Kamer is aangenomen, dus om hier toch wel serieus naar te kijken. Kijk, die beleggingscategorie kost veel aan prestatievergoedingen, omdat het nog veel meer oplevert. Dus we hebben daar gigantisch hoge rendementen op gehaald, omdat dat past bij dit soort type beleggingen. Maar als je nu zegt van, als je dan meer betaalt, heb je ook meer invloed, want dat was je vraag, heb je ook meer invloed? Nee, dat is, bij alle beleggingen hebben we dat altijd. We kijken altijd naar die verhouding van kosten, rendement, risico en duurzaamheid. Oké, maar daarnaast is er nog geen algemeen geaccepteerde standaard om te rapporteren over de duurzaamheidsnormen in private equity. Wat vindt u daar dan van? Moet dat dan veranderen? Nou ja, ik vind dat ook die sector moet voldoen aan de eisen die wij stellen. Dus wij zijn, ook met andere beleggers zijn we bezig met te kijken naar hoe kunnen we bepaalde duurzame indexen kunnen we gaan ontwikkelen. We hebben onze uitvoerder APG is de oprichter geweest van een platform van beleggers, Sustainable Development Investment, SDI beleggingen, die gekoppeld zijn aan de Sustainable Development Goals. We willen dat dat een soort standaard wordt, dat soort beleggingen langs zo'n index gelegd kunnen worden. En die zouden dan moeten gelden voor alle beleggingscategorieën, dus ook voor deze. Alleen ja, dat is natuurlijk een behoorlijke grote markt wereldwijd. Dan moeten we wel onze invloed kunnen uitoefenen. En dat is ook wel de oproep die ik vorige week heb gedaan, nadat ik in de krant las van die 2,8 miljard. En ik wist dat in de krant zou komen, dus dagen daarvoor heb ik een blog geschreven en een oproep gedaan. Dat we wel heel serieus met die sector in gesprek moeten gaan. Dat het de verhouding tussen de beloningen die ze krijgen en de prestaties, maar ook de mate van duurzaamheid, ja, dat moet wel aan onze normen gaan voldoen. Is het reëel dat die vergoedingen naar beneden gaan? Nou, het heeft heel veel reacties opgeroepen, dat mijn blog van mensen, grote voorstanders en grote tegenstanders. En die mensen die daar in die sector zitten, die zeggen van ja, naïeveling, denk je nou echt dat jij dat je zo'n sector wereldwijd, die zulke grote bonussen betaalt, dat die door een oproep van iemand uit Nederland dan gaat veranderen? Dus is het reëel? Ik weet het niet. Is het ambitieus? Ja. Is het ideologisch gedreven? Ja. En dan kom ik mijn bed uit om dan zo'n dilemma op tafel te leggen. Want De keuze is die anderen maken, is om mijn mond te houden. En zo zit ik niet in elkaar. En dat is ook die verantwoordelijkheid die ik heb namens het fonds als ABP, namens zoveel deelnemers, dat we wel de plicht hebben om dat soort vraagstukken op tafel te leggen. Ja,
Oké. Laten we nog even de ruimte geven aan het publiek voor vragen. Daar, je bent al dichtbij. Ik zou graag een vraag stellen wat betreft tot de houdbaarheid van de verplichtstelling. Gezien namelijk dat in Albany, een dreigend bok en Brentians, die in ieder geval werden gezien als verenigbaar met Europees recht. En aangezien natuurlijk wat veranderen in het nieuwe pensioenstelsel met betrekking tot bijvoorbeeld de waardevastheid van het pensioen en dergelijke. Waaronder ook dat de leeftijdscohorten en de verschillende risicohoudingen die erbij horen, die toch wel het solidaire karakter van het pensioenstelsel aantasten. Of in ieder geval minder solidair maken en meer toegesneden op de persoon zelf of op de groep. Natuurlijk actuaal is van het beroep, dus. Maar bestaat er enige vrees over dat misschien bij een volgend oordeel dat de verplichtstelling in wezen op tafel kan worden gehaald door het Europees Hof van Justitie? Ja, vrees is misschien niet het goede woord. We zijn wel alert. En we hebben ook onze nauwe contacten in Europa. En kijk, wat soms lastig is uit te leggen. Kijk, Nederland is toch natuurlijk een bijzonder land als het gaat om pensioenen. En dat is ook niet altijd goed te begrijpen in de Europese context. Dus we zijn er continu bezig om uit te leggen dat het systeem waar we naartoe gaan in de kern nog steeds een solidariteitsaspect in zich heeft. En kijk, als je uit Anglo-Saxische landen komt, of uit landen waar alleen maar, zoals in Frankrijk, alleen maar omslag is, en je kijkt van buiten naar Nederland, dan denk je dat zo'n systeemwijziging, dat is een beschikbare premieregeling, een DC-regeling. Ik denk dat het in de kern, ook vanwege die dingen die we zojuist bespraken, van risicodeling en collectiviteit, dat het wel degelijk houdbaar is voor de verplichtstelling. Alleen, nogmaals, we moeten wel alert zijn dat we die boodschap wel blijven vertellen daar in Brussel. En daar zijn we ook continu op gericht met onze mensen ter plekke, om dat te doen. Dus, maar het is een hele serieuze vraag en ook een serieus aandachtspunt. Want ik, nogmaals, daar blijf ik bij, en dat is niet alleen omdat ik daar zelf werk. Ik denk dat een verplichtgesteld pensioenfonds een van de bouwstenen is van een samenleving die goed om wil kijken naar elkaar. Dus dat zegt iets over de mate van beschaving van een land. Dat zou ik zeggen dan. Ik zag nog wat vragen net. Ja, die jongen in het witte short. Ik heb nog een vraag over hoe partijen zoals bijvoorbeeld 50PLUS of afsplitsingen daarvan eigenlijk als nummer 1 leus altijd zeggen. De pensioenen zijn te laag, we hebben het heel slecht. En tegenstanders daarvan die zeggen eigenlijk ja, maar de generatie ouderen die nu al met pensioen zijn, die hebben het meest geprofiteerd van de opbouw van de verzorgingsstaat, chronisch gas en zo. Hoe reageert u daar dan op, of het pensioenfonds zelf? Ja, kijk, dat stipten we zojuist ook al aan, hè, als het gaat over die evenwichtigheid tussen die generaties. En dit is natuurlijk een stem in het debat. Eén stem in het debat, maar als je in een debat maar steeds maar één stem blijft, dan word je radicaal. Dus dat soort partijen, daar kunnen wij natuurlijk luisteren naar, maar als dat het enige is wat ze willen bereiken, ja, dan doe je gewoon onrecht aan het geheel wat we zijn. Dan doe je onrecht aan de, waar we zojuist over hadden, aan de jongeren. Dus daarom zijn we een groot voorstander van het voorstel wat er nu ligt. En ook wat in de Tweede Kamer nu de pensioencoalitie is, die partijen die hierachter staan, ja, daar zitten deze partijen niet, dan niet bij. En dat, ik zou zeggen van, wij hebben die gesprekken wel met hen, om hen te overtuigen dat het meerdere perspectieven heeft, ook juist waar we het zojuist over hadden. En dat vind ik ook een verantwoordelijkheid die wij hebben, om dat ook richting de politiek te vertellen. We hebben regelmatig contact met de woordvoerderspensioenen van de verschillende partijen. En daar komen dit soort dingen ook voorbij. Maar ja, ik snap ook wel in een bepaalde in de democratie dat je met een one issue ook een bepaalde doelgroep aanspreekt. Maar ja, is het dan haalbaar? Ik denk niet. Dus dan zul je toch ook in die besluitvorming die evenwichtigheid erin moeten hebben. Dus, Bedankt. Ja, we gaan ook een beetje richting het einde van het interview. En ik vond het een erg interessant gesprek. En op dit moment worden er natuurlijk nog steeds best wel veel belangrijke beslissingen gemaakt over de laatste invullingen van het pensioenakkoord. Hoe kunnen wij daar, we zitten niet helemaal in de vakbonden ingeburgerd en ook niet in de politiek ingeburgerd, maar hoe kun je daar toch invloed op hebben?
Nou, stuur mij een mailtje. Nee, maar dat is... Kijk, we willen ook echt... ook wel rechtstreeks contacten hebben met hem via onderzoeken. En kijk, als het alleen maar... Dat is natuurlijk Nederland ten voeten uit, hè, de polder. Dat het helemaal georganiseerd is via instituten en vakbonden en lidmaatschappen. Maar we willen ook steeds vaker, willen we juist ook inspraak hebben. Gewoon rechtstreeks via enquêtes, via andere zaken. En nogmaals, dat is ook de reden waarom ik hier ook ben. Om die gesprekken, die dialoog te hebben. Dus we staan ook open daarvoor om dat soort geluiden ook in te brengen. Nou ja, we hebben, wat ik zojuist al zei, ons verantwoordingsorgaan, 48 leden. Ja, er zijn ook mensen die ook benaderbaar zijn. Die kunnen ook, die zitten dan ook rechtstreeks in gesprek met ons als bestuur. Maar ik zou ook zeggen, gewoon melden via de open kanalen die er zijn. Dus dat wil ik ook wel toe oproepen om dat te doen. Oké, dus u laat uw mailadres even achter en dan sturen wij allemaal een mailtje. Dat is onze eisen. Ja. Ja, er zitten zeker drukke tijden aankomen. De invulling van het nieuwe pensioenakkoord en de invoering van het nieuwe stelsel, maar ook misschien turbulente tijden in de economie. Dus u zult vast nog drukke dagen hebben bij ABP de komende jaren. Maar als u dan eindelijk met pensioen gaat, waar gaat u dan uw lekker geïndexeerde pensioen uitgeven? Ja, ik kan me werkelijk maar niet voorstellen dat ik ooit ga stoppen met werken, maar dat is een ander verhaal. Maar dan, ik denk dat ik dan al die tijd die ik nu niet had om mooie boeken te lezen, dat ik dat dan ga doen. En gewoon lekker uit eten en dat soort dingen. Dus ik dat komt wel goed. Maar voorlopig gewoon nog zo lang mogelijk door. Ja, nee, dat is. En ondertussen lees ik ook wel boeken hoor, ga ook wel lekker uit eten. Maar het is. Ik voel een enorme drive, een enorme passie om dit te gaan doen. En ik in het belang van het grote geheel. En het is erg leuk, het is erg boeiend. En soms is het hard werken, ja, of eigenlijk heel vaak. Maar nee, voorlopig ga ik hier echt wel mee door. Oké, wel even op de plek. Ja. En nog tijd voor een interview. Ontzettend bedankt. Ja, jullie bedankt. En jullie in de zaal ook ontzettend bedankt voor het kijken. We hebben nog heel veel interviews aankomen de komende tijden. We hebben Paul Tang, Paul Couillet. We hebben ook een paneldiscussie over crypto. Dus hou vooral onze social media in de gaten. En dan willen we u nog een keer heel erg bedanken en een applaus voor u. Ja.